Super, zijn jullie er klaar voor? Ja. En, hoe zit het met de zenuwen? Het begint te komen, hè. Ja? Ja, en? Ja. De zenuwen? Ja, nu gaat dat nog. Het is zelfs als hem op de lijn staat. En uw zenuwen? Ik heb dat niet. Ik ben fit. Als je op je 12e de ambitie hebt om Stefan Everts voorbij te crossen, dan heet je Kenny Kishnick. Maar zoals altijd staat achter elke grote man een grote vrouw. En dat is mama Kenny, of de Kathleen. En die offert al haar weekends met plezier op. Mama heeft gezegd, als er iets is dat je nooit mocht doen, is motocrossen. Maar mama zegt nee. Zegt tegen mijn man ook, zeg, je gaat toch niet motocrossen met die kleine. Ik zeg, dat is veel te gevaarlijk en zo. Mm-hmm. Maar dat waren ze ondertussen al lang al aan het rijden, hoor. Hadden ze zo'n motto kunnen en een vriend gekocht. En dan waren ze achter mama haar rug aan het rijden met de motto. Een keer kwam dat uit, hè. En dan wou hij natuurlijk een groter motto, want dat motto was dan uiteindelijk al te klein. En dan hadden wij een afspraak gemaakt van, we gaan niet alle weken naar die cross. Ik zeg, ik wil ook nog een beetje iets vermijden en zo, zodat we de zondag en de zaterdag een keer ergens naartoe kunnen gaan. Nee, zegt hij, dat is maar even. En ja, ondertussen zitten we hier alle weken, hè. Soms een hele weekend. Dus, ja. Maar ik moet wel zeggen, het valt echt veel mee. Allee, ik vind het echt zelf ook heel tof. Wat is de belangrijkste karaktereigenschap die je moet hebben om een goede motocrosser te zijn? Durven. Als je dat niet hebt en gas geven en hebt dat niet, gaat het ook niet lukken. Gaat er niet komen. Als je aan het rijden bent, gebruik je dan je verstand? Ja, ik moet mij concentreren op de weg. Dus als ik rij en er komt een bocht aan, moet je al weten op dat rechtstuk van welk spoor dat ik ga pakken. Dat ik niet als ik in een bocht zit nog moet bijzien, wat ga ik nu doen, binnen een bocht of buiten een bocht. Want als je daar zo vrees op gaat rijden en je gaat op een berg springen, misschien gaat het dan vallen en zo, dan breekt het misschien iets. De organisatie verplicht wel dat ze knielappen dragen, dat ze bescherming aan de ellebogen dragen, niergordel, harnas voor als ze over het stuur vliegen, dus om de borstkas te beschermen voordat de ribben niet zouden breken. Ja, dat is een gevaarlijke sport, hè. Crossen? Ja, dat zijn lievelingssporten. En die van de mama ook? Nee, niet echt. Mama die komt met veel schrik mee, maar mama die kan niet thuis blijven, want als mama thuis blijft, dan zit ze ook met schrik, dus dan is er liever bij. Als de start is van de eerste manche, dan ben ik voor te sterven gewoon. Hè. Dan ben ik echt, dan sta ik daar ongemakkelijk, zenuwachtig, ziek even. Ik ben er echt ziek van. Die stress gewoon, je kunt dat niet geloven. Zijn er dingen waar je schrik voor is? Ja, als een valt. Hè. Als hem valt, dan heb ik enorm schrik. Omdat je niet weet, als hem blijft liggen en zo, enorm veel schrik. Ja. Ik ben altijd heel content dat we naar huis kunnen, s'avonds. Als hem niet weggevoerd is of als hem niet moet in een tentje van het Rood Kruis gaan heeft, dan ben ik heel content. Ze vallen wel, maar als ze vallen en ze staan direct weer op, dan gaat dat wel. Maar ik denk dat niemand zijn kinderen graag ziet vallen. Dus blijft de risicosport. Hè. Jullie hebben er ook voor gekozen dat hij meedoet aan geleide oefeningen. Waarom? Hier leren ze rijden, hier leren ze met ontgoochelingen omgaan. Ze leren ook doorzetten. Als ze leren met ontgoochelingen omgaan, dan zijn ze een stuk sterker als ze later op hun werk moeten beginnen. Omdat ze er ook met ontgoochelingen gaan te maken hebben. De concurrentie, rivaliteit, doorzettingsvermogen, dat hebben ze hier dus ook nodig. Het is wel spannend, hè? Ze zitten kort op elkaar. Hij is al tweede. Hij is al op kop. Nu voel ik mij nog slechter. Dus die is gevallen waarschijnlijk, die jongen. Hè? Die moet gevallen zijn. Dat is de papa van de jongen die achter onze kind zit. Hij heeft een paar reeksen gehad dat het echt niet goed ging. Op laten zeggen, op 300 meter van de finish, dat ze staan af te vlaggen en ze zijn gevallen. Dus al die plaatsen kwijt. Dat is altijd juist, als ze bijna moet aankomen, dan valt hem, hij is hem alles kwijt. Dat hem zoiets van, ik heb toch geen geluk en het is voor mij niet en ik ga nooit chance hebben en ik ga nooit met een eerste meer kunnen rijden. En begin van het jaar had ik wel geluk en nu niet meer. Dan zei ik van, we zullen een keer naar Tinges gaan. Ik zeg naar een bedevaartsoord. Ik zeg, om een medaille.
de Sint-Rita om hem te beschermen. Dus dat zit altijd in zijn helm. En waarom? Wij hopen dat hem dat beschermt tegen breuken als hem valt en zo. Super spannend, is dat altijd zo? Ja, begrijp je dat niet, omdat ik zo dicht ben. En als Kenny gewonnen heeft, hoe voel jij je dan? Dat is zo echt een voldoening dat door u gaat. Hè. Dan zit je zo content. Je kunt dat eigenlijk ook dan niet beschrijven. Als je zo naar huis kunt gaan, als ze hem gewonnen heeft of als ze op het podium stond en zo, dan is iedereen content. Dan is de sfeer echt voor heel de weekend goed.